ook eens van mijn kanaal. Welkom bij deze gloednieuwe video. Vandaag speel ik Planet Coaster. Dit is de tweede keer dat ik probeer op te nemen, want de eerste keer begon keihard te laggen. Maar ik heb nieuwe settings van OBS. Ik heb een paar dingen aangepast en nu is het gewoon smooth 60 fps. Dit is echt fucking vet. Planet Coaster. Een eigen soort van vervolg van Tycoon World die vernoten is. Maar ik vind echt het spel super leuk. Ik heb een eigen park en het ziet er super leuk uit. Zodra je één attractie plaatst en openzet, komen de mensen al naar binnen. Nou, ik ga beginnen met een pad. Ik zit gelijk even op een 8 en ik ben hier met... Jesper, dankjewel. Ik wou net zeggen, ga je mij nog aankondigen? Nou, eigenlijk niet. Of moet ik er altijd Ik was eigenlijk niet... Ik heb het al gedaan. Ik was eigenlijk niet doen. Maar, godverdomme. Wat? Nee, laat maar zitten. Ik heb Ctrl-Z doen, hè? Ja. Wist je dat? Nee, I don't wish it. Kijk, dit is wel geinig. Het is nu al donker. Het is wel geil, hoor. Het is donker. Ik wil zelf... Dat vind ik wel juist dat het donker wordt in een game. Ik kan zelf kunnen inschakelen of het donker... Dan zet je je game op... Dan zet je je game aan de rechterkant op pauze. Ja. Rechts onderin. Kun je ook... En welke dag ben jij? Ik ben al op 13 februari jaar... Ja, ik ben opnieuw begonnen. Gaat de game überhaupt wel? Ik doe de tijd even snel. Oké. Okay. Dan ga ik even... Ja. Ik begin eigenlijk gewoon even met de thematisatie aan het begin van het park. Ik heb het weer ASD. Ik heb zelf twee parken. Ja, ik heb dus mijn tweede doen aan maken ben. Kijk, ik wil zelf even ik heb er ook twee. Ik heb thematisatie beginnen. Ik heb voor YouTube heb ik er één en voor mijzelf. Ja, dat heb ik zelf ook. Hoe kun je dingetjes draaien? Z ingedrukt houden. Okay. Je kan één keer Z doen, dan draait hij heel ver. En als je Z ingedrukt houdt, dan kun je hem rustig draaien. Oké. Nou, gaan we hier een mooi dakkie op maken. Nou, dakkie. Okay. Dit vind ik... Wacht, een eentje draaien zo. Dit vind ik wel vet. Gewoon hier bij de ingang. En dan die andere kant. Ik ga het ook eentje inzetten. Dit is mooi hoor. Dit is Melly. Moet je nagaan hoe vet deze game al is? En het is nog een fucking alpha. Ja, ik heb een fucking shot. Eten en drinken in het huisje gemaakt. En dat is het ziet er niet echt heel mooi uit, want je kan nog niet zo heel veel. Maar toch is die echt fucking happy. Denk even pleintjes naar plaatsen. Zo een beetje. Alleen het. Ze kunnen niet bij het etenshuisje komen. Dat is wel een beetje een nadeel. Kijk, dat is een beetje thematisatie in het park hier zo mooi. Ik ben altijd een persoon die een beetje van een thematisatie houdt. Jij ook zeker? Ik ook. Kijk eens, nou begint licht te worden en als om 12 uur staat, dan zet ik hem uit. Ik ben ook niet echt een pretpark fan, dan heb ik het echt over achtbanen, maar ik vind het wel fucking vet. De Main Streets en dat soort dingen, die vind ik fucking vet ook om te maken in game. Ja, ik vind het ook wel eens vet. Echt gewoon die thematisatie in het park, heerlijk. Ik vind het altijd zo mooi om te maken. En te zien zelf ook hoor. Laat het reactie achter wat jullie altijd leuk vinden als je een pretpark kan bouwen. Wat jullie het meeste in een pretpark wil doen. Ik heb meestal wel een thematisatie iets. En achtbanen. Daar ben ik echt wel eentje van hoor. Ik ben er wel eentje van. Kijk, ik ben echt blij. Kijk, mijn opname loopt gewoon smooth op 60 fps. Jezus. Net loopt het gewoon heel het vast. Je kunnen ze niet bereiken omdat het hele... De hele game glitch, jongens, staan fucking veel mensen hierop. Oh hè, ze gaan eindlopen. Oké. Okay, Jesus Christ. Dit vind ik wel leuk hier. Dan wil ik hier in het hoekje ga ik een attractie neerzetten. Even kijken, pak ik even een ride. En ik wil zelf... deze neerzetten. Gewoon omdat het kan. Z draaien natuurlijk. Kijk eens, draaien. Kijk, draaien. Kijk eens, ja hoor. Zet maar neer. Even kijken. Place entrance. Doe die maar hier zo. En please exit, doe maar hier zo. En dit, dat gaan we gewoon even zo doen. Want het moet een langere wachtrij zijn, want ik weet zeker dat hier aan het begin, meestal als je één attractie plaatst, is het echt pleursdruk. En echt, dat, hè? Die gaan ze meteen erin als die open is. Ja, die gaan er meteen in.
Oké. Ik dacht even dat mijn game ging crashen. Gelukkig is hij nog niet gecrashed. Nou, wees blij. Voor mij is een van de... Ik ben een van de weinige Planet Coaster spelers waar de game nog geen één keer gecrashed. Ja, voor mij is het nog niet gecrashed. Dus ik ben er zo blij mee. Nog niet gecrashed. Hoe vaak is gecrashed dan bij jou? Één keertje maar. Nu je het zegt, ik sla me even je zegt op. Dat... Ja. Hè? Ik doe het ook heel erg. Ik vind het sappig. Ik vind het een sappige... Ik vind het een sappige game. Ik vind het ook een sappige game. Ik sla ook gelijk even op. Hier is mijn testparkie. Save new game. Ik noem hem gewoon YouTube, waarom not. Kijk, JT, save. YouTube, mannes. Ja, I got the monies, not. Ik even in toe even gecrackt hebben, want als de game echt uitkomt, zou ik hem wel kopen. Hey, ook als het 63 euro, boeit me geen reet. Als hij op Steam komt. Nee, hij komt niet op Steam, denk ik. Dus. Denk ik niet. Daarom. Maar ja. Daarom. Ik weet niet zeker, ze best wel kunnen dat hij op Steam komt, hoor. Kijk, als het goed is, komen nu al mensen er binnen. Hoe heet dat spel? Rollercoaster Koen een keertje. Dus. Ja, dat ga ik ook weer doen. Van uiteraard. Want dan kan ik gewoon echt een mainstream maken. Nu is dat echt... Ja, je vindt mij telkens uit. Je kan te weinig doen. Jij hebt dat bij mij ook. Ja, het ligt een beetje aan... Zo. Het ligt een beetje aan het programma zelf, maar ook kan je in en zo. Maar in is goed, maar... Het ligt denk ik aan het programma. Die loopt echt soms vast. Waarom komen er geen mensen? Alle parkjes open. Ik denk dat het eerder aan de snelheid van een van onze computers ligt dan aan het programma. Nou, het is een beetje van beide. Jouw internet is langzamer dan voor mij en mijn computer is langzamer dan voor jou. Nee, maar mijn internet is sneller geworden. Ja, maar loopt mij is ook goed sneller. En ik glas Facebook straks ook nog, gaat helemaal sneller lopen. Even kijken, ik wil eigenlijk hier zo een beetje een... dit hoekje wil ik even zo de supermarkt gedoe zetten. Dus ik wil even... Nee, even kijken, dingen. Supermar? Nee, even voor een soort kleine. Even kijken, van dit zetten gewoon leuk. Zo weet je. Kijk, dit is wel leuk, vind ik. Ja, goed, even kijken. Drinkshop, ja, ik wil een drinkshop, want mensen moeten drinken. Zeker bij zo'n warme dag. Maar het is februari. Je begint in januari en dan ga je februari. Zo. Opeens, je draait weer slecht nu opeens. Jezus. Wat ligt on you? Ja, dat snap ik. Ah ja, dit kan eventueel nog wel. Zeg even wie... Ja, ik zeg maar hier, why not? Dit is niet de bedoeling. Dit is niet de bedoeling. Ik ga hier gewoon lekker een coast, maar ik ga nu voor het eerst in mijn hele leven. Nou, twee soepjes ook dit goed. Spel, maar ik ga mensen... nu voor het eerst. Oh, natuurlijk. Ik geef het een pauze. Dat vind ik fijn, want ik wil gewoon licht werken. Kijk, ik zit nou wel. Pascal. Ja? Ik ga voor het eerst. Achtbaan maken in het spel. Ik ben benieuwd hoe het gaat werken. Oké. Er komen nu mensen binnen. Juist. Oh, het gaat heel erg snel. Even kijken, ik sla de game gewoon nog weer op, want je weet nooit, de game kan crashen als je weet niet waar. Override, hoppakee, mooi. Resume, oké, ik ben benieuwd hoe het met deze attractie gaat straks. Want dit is een leuke attractie, dit gaat helemaal rond hier. Ik denk dat ik hier even een andere attractie neerzet. Dit is geen attractie. Ik denk zelf dat ik hier... Dit is zo'n onrealistische attractie. Hè? Het is zo fucking onrealistisch, dus ga ik even... Even kijken, zo. Hier. Dit is een mooie attractie die ik neerzet. Zo, hoppakee. Kijk, place. Hier is de ingang. Place exit, die doe ik wel. Hier. Deze. Kijk, dit is de ingang. Oh ja, dit is ook wel handig. Let op. Oké, daarheen en daarheen. Gewoon een beetje om. Dit is ook wel vet, vind ik eerlijk gezegd. Gewoon om die winkeltjes heen.
En dan kunnen ze die gewoon gelijk bij de eerste inzicht gewoon... Oh, dat is niet de bedoeling. Dan moet ik hier even dat dingetje plaatsen. Kan dat niet? Pas dat. Assault. Nee, pas dat. Ik ga deze hele achtbaan weghalen. Ah. Zo. Kijk, dat vind ik wel vet in deze attractie. Oké, open. Ja hoor. Oh. Is het attractie? Gaat je. Is de attractie al open? Ja, hij is open, maar waar gaat er niemand in? Oh ja, er gaan mensen in. Ik ben benieuwd, ik geef naar deze attractie hoor. Oké, ik ga erin zitten. Ik ga gewoon. Camera, even kijken. Camera movements erin. Ik kan ook erin zitten. Nou, ik ga er niet in zitten, ik ga een beetje rondkijken zo. Ik ga zo kijken. Komt mensen erin? Ja hoor, een beetje versnellen gaat dat niet. Ik ben benieuwd hoor. Ik vind het echt een leuke game. Zal ik sowieso zo één keer per week uploaden? Ja, 3 keer per week blijkbaar. Ja, maar ik trek dat niet omdat ik zwaar op school bezig ben. Jij niet, denk ik. Wat ben je aan het maken nu, Jesper? Ik ga eventjes, rollercoaster tycoon dit. Nooit echt legit, zeg maar, gedaan. Ja, maar ik doe altijd sandbox. Sandbox vind ik leuk, want ik vind het geld nooit leuk. Dus ik doe altijd sandbox, jij ook zeker? Sandbox? Juist wel. Ik doe juist sandbox. Ik vind met geld spelen vind ik juist niet leuk. Ik doe altijd sandbox. Kijk, zo, het wordt druk in het park, joh. Is de draaimolen aan het draaien al? Nog niet. Nou, kom mensen, lopen, attractie moet starten. Ik ben benieuwd wat de attractie gaat. Oké, ja hoor. Kom maar mensjes. Even kijken, hoeveel mensen moeten we nog in? Niet zoveel, maar ook wel. Nou, kom op, lopen! Ah. Oké, die mensen komen er aan, zou ik zien. En ik heb gehoord dat de poortjes ingesteld zijn op de eigen manier. Als die even dicht is, dan gaat hij dicht. En als waar niemand in zit, die gaat echt gewoon de laatste doen en dicht. Even kijken, nog een paar mensen en dan gaat het starten. Ja. Dan kom. Dus moet die laatste wachten. Ja, die moeten wachten. Kijk, als die gaat starten. Oké, ben benieuwd. Oké. En ik heb ook gezien bij video's dat echt... al dingen in detail zitten. Dus die wieltjes die als er getrokken worden, sommige attracties, die wieltjes, die draaien gewoon mee in achtbaan en zo. Nou, dit is vet. Wauw. Dit is echt ziek. Ga ik even laten zien met deze attractie? Ik weet niet zeker. Kan ik erin kijken? Het is goed als die wieltjes zitten. Even kijken, wieltjes. Nee, geen wieltjes. Maar hij is wel realistisch. Kijk, dit is weer plaats zat. Oh, ze zweven. Fucking werkt dit. Oké. Dit is ook geinig. Ja, kijk eens. Ja hoor. Ja hoor. Oh, dan ben je echt in de lucht. Ja, gaan we naar je. Ja, kom maar. Kijk eens, we zitten. Ja hoor. What the fuck? Ik word in de lucht gesmieten. Oké, dit is wel vet. De hele ding. Wat? Ik dacht, het is een draaimolen, dat weet ik. Draaimolen. Het is een weet ik veel zo'n ding mee heet, mijn naam kwijt. Een reuzenrad.
En dit ding gaat... Oh, ik zie het al. Hier, ik kan ze in mijn mond draaien. Ah, dat is best wel vet. Oké. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Geef een blauw duimpje omhoog. Abonneer zeker op mijn kanaal. Als je het nog niet gedaan hebt. En 15 likes zou hopelijk wel kunnen voor deze game. Ik vind deze game, het is een fucking alpha. En hij is nu al zo goed. Nou, dan vind ik het echt wel 15 likes of 20. En dan zie ik je volgende keer bij een nieuwe video. Later.